Toch niet de hele tijd je hoop bij die vet blijven neerleggen, zou ik zeggen. Nee, en dat was ook wel het mooie van het begin van deze week. Toen we zagen dat er slechte cijfers waren. En de beurs ook omlaag ging. Want dat was al even geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Donderdag dus weer terug naar het oude patroon. Slechte cijfers is eigenlijk goed nieuws. Want we denken dat dan de kans op een renteverlaging in oktober, maar ook in december, verder toeneemt. Ja, hoe lang dat feest blijft doorgaan voor beleggers, er komt wel een keer een einde aan natuurlijk. Ja, precies.